Bent u bezorgd eigenlijk over de situatie in Nederland? Nou, ik ben bezorgd over een aantal onderdelen. Waar ik nu natuurlijk vanuit Brussel aan werk is de aanpak van klimaatverandering. Dat moet op Europese schaal. Daar moet dus elk land, dus ook Nederland, zijn bijdrage aan leveren. Nederland niet in de minste plaats. De 17e economie van de wereld. We stoten hier nogal wat CO2 uit. Hier is nogal wat economische bedrijvigheid. Als je naar Rotterdam kijkt. En neem een... Als je boven Rotterdam zou hangen en je kijkt naar beneden, alles wat daar staat kan over 20 jaar niet meer mee. Want dat moet helemaal veranderd zijn. Het is het grootste fossiele koolstofknooppunt van de wereld. En we moeten van fossiele brandstoffen af. Dat is nogal een opdracht. Dat is Rotterdam, hangers boven Tata Steel. Nou, hetzelfde verhaal. Hangers boven Gemmelot, heet dat nu, hè? Daar bij het oude DSM-terrein. Limburg. Alles wat daar staat is gebaseerd op een fossiele brandstoffeneconomie. We zijn er ongelooflijk rijk en welvarend van geworden. En het moet nu met grote snelheid veranderen. Nederland is daar niet alleen in. Hè. Er zijn veel van dit soort terreinen in Europa waar dat moet gebeuren. En daar heb je grote investeringen voor nodig. Daar heb je een overheid voor nodig die daaraan stuurt. Maar dan terug naar het punt waar we deze uitzending mee begonnen en het toch over moeten hebben. U zegt het moet snel. Het moet snel gebeuren. Ja. Er is geen kabinet in Nederland. Er worden geen beslissingen genomen. Ik hoorde van beleidsmedewerkers van Volksgezondheid met de hand in het haar enorm gefrustreerd. Er komt geen handtekening meer onder een plan te staan. Alles in dit land ligt stil. Ook op uw terrein. Ja, hoe schadelijk is dat? Nou, ik zag gisteren ook het planbureau die daar zijn zorgen over uitsprak. Het planbureau voor de leefomgeving. Die zei, ja, kijk, op deze manier worden die investeringsbeslissingen dus niet genomen. Het is wel zo, vanuit, ik weet niet of dat een geruststellende gedachte is voor veel mensen, maar vanuit Brussel wordt gewoon doorgewerkt. De trein dendert door, zegt hij. Ja, daar dendert een trein door met een wetgevend pakket wat straks ook voor Nederland grote consequenties gaat hebben. Op alle terreinen van onze economie. Dus laten we het wonen, even hebben. Transport, industrie, wonen. Elektriciteit. Wonen. Vindt u het goed om even naar wonen te gaan? Prima. Iedereen woont in een huis, als het goed is. Ja, tenminste, dat hoop ik. Maar huurhuis, koophuis. Wat gaat er, als het aan Brussel ligt, aan uw Green Deal-plannen veranderen voor mensen die een huis hebben of wonen in een eigen huis? Ja, we moeten binnen 30 jaar onze gehele bestaande woningvoorraad, dat is in Europa 200 miljoen woningen en gebouwen, in Nederland zijn het er 7... 7 miljoen dus, die moeten in één generatie, binnen 30 jaar, verduurzaamd worden. Helemaal verduurzaamd. Isoleren. Dat klinkt vreselijk. Hè? Als je dat uitrekent, dan zijn het er 1000 per dag. Nou, dat is hoe gaan we nou 1000 huizen verbouwen per dag? Je kunt het ook iets ontspannender bekijken. Elk huis moet in de komende 30 jaar één keer heel goed worden verbouwd. Wat kost dat voor een gemiddeld voor een huis? Ja, dat kost... Dat kost ongeveer je energierekening, als je het samenvat. Als we het goed doen. En dat betekent dus hoe bedoelt u dat kost een energierekening? Ik zal het uitleggen. Als je verbouwt, in gemiddelde woning in Nederland 20.000 euro... dan heb je hem helemaal naar label A+ of ja. A- gedaan. Een beetje Stop. In de buurt van helemaal... Stop u maar even. Ja. 20.000 euro. Ja, dat is ook geld. Wie had het liggen op de plank? Nou, meneer Veerman was commissaris van een bank die daar leningen voor verstrekt. En die betaal je dan terug, hè? Aflossing en rente, zoals dat heet. Want we gaan het zelf betalen. Het is niet een subsidiepotje. Ja, nou komt het verhaal. Nu komt het verhaal. Het idee is aflossing en rente. Tegelijkertijd, als je dat eenmaal hebt gedaan, dan daalt je energierekening. Het deel wat je dan bespaart, als je dat kan inzetten voor aflossing en rente, dan ben je lastenneutraal. Dan heb je aan het eind van de maand evenveel geld over. Maar je betaalt het zelf, hè? Voor de in dit geval betaal je het zelf. Want ik begrijp in Italië bijvoorbeeld dat meneer Draghi, die heeft hier vaart achter gezet achter zijn plannen. Nou, die heeft dat wel gedaan. Ja. Als je in Italië je huis laat isoleren, dan krijg je 125% subsidie op de kosten die je maakt. Je mag 125% aftrekken van de belasting. Nou, lekker. Dus dan krijg je de helft aan subsidie ongeveer. Okay. Dat is, kijk, want wat ik net schetste van die lening en dan terugbetalen met de energierekening, dat is voor 20% van de mensen het geval. Helaas is het voor 80% van de huizen niet of heel moeizaam het geval. Dus er zal iets bij moeten. Italië heeft al met een nieuwe regering en een plan voor vanuit Brussel. 200 miljard wordt dat vanuit Brussel gesponsord. De hele Italiaanse economie. En die hebben dus nu inderdaad een vrij ruig voorstel gedaan. 125% van de kosten mag je aftrekken van de belasting. Ja. En dat betekent dat banken, energiebedrijven en bouwbedrijven met elkaar kunnen gaan samenwerken. En die kunnen nou huis voor huis een aanbod doen en zeggen, we verbouwen, u hoort er nooit meer wat van. U hoeft niet te betalen,
De rekening, daar zorgen wij wel voor. Fantastisch, en iedereen gaat het doen. Dat is een slimme vos, die Mario Draghi. Ja. Maar dat wisten we al bij de Europese Centrale Bank. Nog iets, wat hij ook veel slimmer doet, en andere zuidelijke landen dan Nederland kennelijk ook. Er is een corona-herstelfonds. Ja. Zit bomvol, er zitten miljarden in. Hoeveel geld laat Nederland daar liggen op dit moment? 5,6 miljard euro. Nog één keer? 5,6 miljard euro ligt er klaar voor Nederland. En het kabinet heeft nog een briefje gestuurd van... wij willen graag aanspraak maken op... Er is een reden waarom er gewoon een kabinet moet komen. Alles wat wij al noemden rondom klimaat, wonen... maar er ligt gewoon geld op de plank in Brussel. Je kunt het zelfs doen zonder kabinet. Kijk, we denken altijd in Nederland heel uniek, maar er zijn 27 landen. Overal zijn wel ergens verkiezingen. Op dit moment heb je in Bulgarije een groot probleem. Roemenië stuurt de ene naar de andere minister weg. Maar tegelijkertijd weten die wel een plan in te dienen voor het geld. Ja, je zou ook gek zijn. Want je hebt er al voor betaald, hè? Dus je laat het nu liggen. Het geld wat Nederland aan Europa heeft gegeven, waar Nederland recht op heeft... maar de regering, de demissionaire regering... heeft nog geen plan ingediend. Wat vindt u daarvan? Nou, ik kijk naar al die plannen, die komen allemaal binnen. Er zijn er al 26 binnen. Eentje dus niet. We hebben orders. Nederland is de enige die het niet doet. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.